Richie, soundcheck. 1, 2, 6. Oké. Okay. Vincent? 6, 2, 1. Fuck, zeg, dat gaat hier wel verder. Dat is weer aflevering 1, ik heb het al lang gezien. Fuck you, man. Zijn we echt aflevering 1, ja? Als het grappig is, wel, denk ik. Het is de bedoeling dat jullie aflevering 1. Voilà, ik weet het toch. Oh, jeetje. Dat kan goed of slecht zijn. Ja. Jullie lijken een goede klik met elkaar te hebben. Kunnen jullie dat eens toelichten? Goh. Ja, ik denk dat, dat momenteel gewoon heel de groep wel redelijk goed bij elkaar hangt. Je gaat natuurlijk altijd bepaalde spelers hebben waar dat je ja, iets meer mee optrekt. Misschien ook batenvoetbal wat mee doet. Ik denk dan vooral aan onze avondjes hebben we soms Call of Duty aan het spelen zijn en zo. En ja, als je daar buiten voetbal aan het doen bent, dan gaat dat automatisch ook op de voetbal natuurlijk iets meer naar elkaar toe groeien, denk ik. Toch? Ja, zeker. Denk ik wel, ja. Die avondjes Call of Duty hebben aardig wat uurtjes ingestoken. Veel uurtjes. Veel gedronken ook. Ja. Dat mag niet. Nee, dus dat knip het eruit. Dat wordt geknipt. Ja. Ja. Ja, duidelijk. Moet ik je gevonden doen of ook? Zal ik ervoor? Sorry. Kenden jullie elkaar al? Nee, wij kenden elkaar nog niet. Ook nooit tegen elkaar gespeeld, hè? Nee, ik denk dat wij elkaar net gemist hebben, zeker, ja. Hè? In Engeland. Ja, denk toen dat jij bij Tottenham zat, denk ik dat ik nog... denk dat ik toen Championship speelde. Dus ja, nee. Voilà, simpel. Kenden elkaar nog niet. Ja, dat is erin gestoken. Hè, ja. Dat dansje van jullie, na een doelpunt. Wat is dat juist? Ik weet niet of we dat mogen zeggen. Ik vind dat Pieter Gerges daarvoor verantwoordelijk is om dat in de wereld te brengen. Ja, het is eigenlijk iets dat van Poenie komt. En wij hebben dat zo van, ja, overgenomen eigenlijk. En ja, verder kunnen we er niet... niks over zeggen. Dus misschien dat ze bij een volgend doelpunt van de Vincent een beetje kunnen liplezen, dan kunnen ze zien wat we zeggen terwijl we dansje aan het doen zijn en dan kunnen ze het zo misschien wel uitvinden. Of bij jouw goal, hè? Dat zou ook nog kunnen. Ja, ik denk dat jij net iets meer kans hebt om te scoren, om eerlijk te zijn. Dus ja, Poenie, moet dan lekker vertellen. Wist je dat Richie ook nog spits is geweest? Ja, dat wist ik. Ja. Dan loopt hij elke keer, als ik een kans mis, dan zegt hij ja, die had ik binnengeschot. Ja. Dat is wel te zien. Je hebt wel goed schot en zo. Je kan ook wel zien dat jij spits bent geweest. Kan je wel. Alleen ik ben wel benieuwd naar loopacties en zo voor de goal. Daar zou ik wel benieuwd naar zijn. Eerste paal, ja? Eerste paal. Ja, een beetje zoals u. Ja. Ja, niet willen koppen. Nee. Dus eerste paal, insnijden, up, en gewoon willen binnentikken. Ja. Goed gedaan ook, toch? Ja, zeker. Ja. Zeker. Ja, dat is heel leuk om te doen eigenlijk. Dus moest hij ziek zijn of geblesseerd, mag de coach mij altijd bellen. Top. Hier is een doelpunt van hem. Wat vind je ervan? Makker, als dat... Ik kon u nu zeggen, hè. Hey, zie je even tussen de lanen. Opendraaien. Oh, even kijken. Nee, dat ben jij niet. Dankjewel. Dat ben jij niet. Dat ben jij niet. Dat kan Dankjewel. Niet. Dat kan niet. Bon, dat is hier gedaan, of wat? Kunnen we nu stoppen? Zie. Hoppa. Ja, het is wel echt een hele mooie goal. Ja. Ik kon je zeggen, had er zo'n vogel voor die goal nu had gevlogen. Hè? En de bal had er... Allee. Mooi, jongens. Ja, het is kwaliteit. Oh, mooi. Net op tijd. Hup. Echt een spitse goal. Dit. Ja, ja. Nee, de volgende. Had er nog één komt. Deze, dat is een spitse goal. Altijd die beentjes toehouden, zeggen ze toch? Ja, dat is echt knap. Dit is echt een... Dat is echt waar. Dat was een 3-3. Dat is echt goed gedaan. Jij kan wel wat, hè? Ja. En lachen, jongen. Hè? Ja. Plezier. Oh, zou Vincent ook een verdediger kunnen zijn, denk je? 100%. 100%. Ik denk als je, en nu echt serieus, ik denk als je ziet waar Vincent afloopt voor ons, de tackles dat hij soms gooit, dat hij soms naast mij of naast wie dat er ook linksback staat, meestal te verdedigen, de gele kaarten dat hij pakt. Al dat is typisch verdediging. En als je dat dan nog kunt samenvoegen met de kwaliteit van voor en de golen dat hij maakt,
dan denk ik dat we met een allround spits bezig zijn. Mooi woorden. Ja, denk ik wel. In gemeente ook. Heb je al wat Antwerp geleerd van Richie? Ja, een hele hoop al. Hele hoop al. Ja, ja. Maar zeg dat, dat mag, dat mag. Ja? Zeg dat, ja, zeg dat maar. Vertoemene! Ja, vertoemene! Wat verdoemene! Vertoemene! Vertoemene, ja. Ja, ja, je probeert dat natuurlijk wel te doen. Hè. Niet alleen met Vincent, maar ik denk dat Kelvin zo'n woordje amai is. Amai, ja, dat klopt. Amai. Ja. Bij Jurgen ligt het net iets moeilijker om dat Vlaams Antwerps aan te leren. Ja. Ja, die zegt ook niet heel veel. Nee, dat is waar. Maar die heeft gebruikt heel veel straattaal ook. Dus het is moeilijker voor hem om uit zijn comfortzone te stappen. Maar Kelvin toch ook? Dat is waar. Dus ja. Eigenlijk, die mag iets meer zijn best doen, vind ik, Jurgen. Ja. Ah, dat is eentje voor u, ja. Wat is het mooiste plekje van Antwerpen dat je tot nu toe ontdekt hebt? Het mooiste plekje tot nu toe. Waarom lacht je? Hè? Nee, ja. Ja, wat? Zeg het maar. Nee. Oeh, dat is een goede vraag. Het mooiste plekje. Ja, qua plek, ik vind... Zuid vind ik heel erg mooi. Ja, de Bosala, man. Oh, sorry, ja. Nou, jongen, is dat even terug om te nemen. Okay. Allee, wacht. Wat is het mooiste plekje van Antwerpen dat je tot nu toe ontdekt hebt? Boshaal natuurlijk. Ja, die stop, er is niks mooier in Antwerpen dan de Boshaal. Voilà. Voilà. Top, we komen toch met plezier naartoe elke keer. Elke dag. Ja. Elke dag. Elke wedstrijd. Ja, dat is top. Dat is voor jou. Toppie. Vincent werd in Mexico El Toro genoemd. Ken jij je vinden in die bijnaam? Ja, ook weer 100%. El Toro, ik veronderstel dat de stier of zo wilt zeggen. Ja. Terug hetzelfde naar kan Vincent een verdediger zijn. Ik denk, smijt zijn eigen altijd 100% in elk duel, in zijn vooruitgaan, in het team willen meenemen. Dus ik kan mij 100% vinden waarom dat zijn een bijnaam daar El Toro zou zijn. Hoe is die bijnaam tot stand gekomen? Ja, Mexico. Ik weet niet, die fans die begonnen daar op een gegeven moment. Volgens mij hadden we de finale en zo'n gast bleef aan mijn shirt hangen en ik kon me eigenlijk niet stoppen en ik bleef doorgaan. En zo'n actie op middenveld, een counter, ik probeerde die counter eruit halen, dus aan me zo te trekken en ik bleef maar doorrennen. En toen op een gegeven moment iemand mij El Toro genoemd en dat is zijn eigen leventje gaan leiden. En, Mooi. Vanaf toen werd ik maar je hebt wel wat nodig hè, voor je eerste trekje. Ja. Ja, toch? Ja, dat is wel waar. Ja, voilà. Okay. Goeie 100 kilo zou je die mee moeten trekken. 100 kilo droog aan de nok. Welke bijnaam zou jij aan Richie geven? Ja, zeg maar. Sjoerd. 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 Dat is eigenlijk begonnen in het begin van het seizoen. Bicky begon ermee, denk ik. Ja. En Raja. Dat was niet eens richting Richie, maar... Ja, op een gegeven moment ben ik Richie Sjoerd gaan noemen en voor mij is het eigenlijk Sjoerd. Dus dat is de reden. Het is blijven hangen, hè? Ja. Het is blijven hangen en er wordt op gereageerd. Ja, dat is het belangrijkste. Maar ook op het veld en zo is altijd, dat is wel altijd grappig, hè. Dat is allemaal oké en zo, als je dat binnen het gebouw doet en op training en zo, is dat altijd wel leuk. Maar als je dat ook op de wedstrijd hoort, dat come on, Sjoerd. Dan weet je ook dat kan er van één iemand komen. Dat is waar. Dus ja. Ik weet direct in welke directie ik moet zien voor te weten en oogcontact te maken met u. Ik wou, laatst was er zo'n, was jij weer ruzie aan het maken met iemand. En toen zei ik, Sjoerd, doe nou rustig. En dan denk ik soms van, we moeten naar die tegenstanders denken. Die weten dat jij Richie heet, zeg maar. Maar ik loop te zeggen, Sjoerd. Dan denk ik misschien ook van, het is goed tegen de verkeerde. Dat kan helpen. Ja, dat is wel waar, dat is codetaal. Ja, Sjoerd eerste. Ja, die weet niet wat er gebeurt. Zetten jullie samen wel eens een stapje in de wereld? Dat is overlaatst gebeurd. Klopt. Maar een stapje in de wereld voor onze oude zielen wil tegenwoordig gewoon zeggen ergens gaan zitten, ergens iets te kunnen eten en samen iets te kunnen drinken. Overlaatst hebben we dat gedaan wanneer het de Super Bowl was. Dan hebben we samen in de stad naar de Super Bowl gaan kijken. Maar ik denk, ik vooral in mijn opzicht, en ik ben niet echt iemand dat graag naar de nachtclubs gaat en discotheken en zo. Dan denk ik dat wij liever hebben ergens lekker gezellig eten en bijkletsen. Antwerp Giants gezien? Drinken. Ja, naar de Giants gegaan. Ja.
Dus ja, dat gebeurt wel. Goeie gozer, man, die shoot. Zouden jullie graag eens tegen elkaar spelen? Ja. Voor mij wel. Zou een uitdaging zijn voor mij. Ja, voor mij ook. We hebben wel eens op de training dat we dan tegen elkaar staan. Als jij geschorst bent of ik ben geschorst, dan zitten we niet in hetzelfde team natuurlijk. Dan spelen we tegen elkaar. Maar dan, ja, het is wel grappig. Ja, ik denk ook wel dat dat een clash kan zijn. Dat echt wel interessant kan zijn. Ik denk dat ik dat heel anders ga moeten oplossen dan wat ik soms doe. Vooral omdat El Toro hier naast mij een stevige jongen is. Hè. Dus die zitten niet zomaar opzij. Dan komt snelheid er zelfs niet meer bij te pas eigenlijk. Dus als je sterk genoeg bent, dan kun je verdediger afhouden. En dan telt mijn snelheid voor niks niet meer. Dus dan zou ik dat op een andere manier moeten oplossen. En dat zou mij wel een interessante strijd lijken. Ja, maar jij weet wel echt goed daarop te anticiperen. Dat hebben we al vaak op de timing gehad. Ja, heel slim. Maar dat is echt slim. In. Maar eens als je dat doorhebt, moet ik toch weer iets anders vinden. Zwaar. Dus. Klopt. Wie is de grappenmaker van de ploeg? Ten eerste, we hebben echt wel een leuk team, maar hele slechte humor. Heel veel jongens hebben echt hele slechte humor, moet ik zeggen. Ja. Kelvin, die probeert het wel, maar er komt geen grappige grap uit. Nee, dat is drama. Maar je verstopt die ook soms gewoon niet. Dus nee, dat is waar. Dat is echt dramatisch. Maar, lachen, ja. Ik kan bij lachen wel met iedereen zo. Ja. Er is niet echt één iemand. Ik denk dan dat de vraag bedoeld is op zo'n beetje, hoe noemde dat, zo wat kattenkwaad uithalen in elkaars lokkerken en zo van die dingen. Dat wordt hier niet echt gedaan. Maar ik denk vooral, Werner, denk de eerste vraag dat gesteld werd, is dat de groep echt goed aan elkaar hangt. En dat er altijd wel genoeg baten samengelegd kan worden wanneer het er tijd voor is. Hey, maar dat zijn veel vragen, hè, man. Shit. Heb jij ooit iemand harder zien vloeken tegen de ref? Dan jou? Ja, ik denk het, ja. Zeer zeker niet. Nee? Nee, echt niet. Echt niet. Ook, maar je krijgt zo snel geel, man. Ja, jij krijgt het snel geel, maar dan accepteert die kaart ook niet, zeg maar. Je gaat het altijd wel tegenin. Even eerlijk nu, zoals gisteren. De wedstrijd gisteren tegen Leuven. Ja. Ik heb daar 5 fouten gezien waar ik geel had voor gekregen. Ja, ik denk ook wel dat jij snel geel krijgt. Er zijn ook best wel wat kaarten geweest in seizoen die je op zich niet had kunnen krijgen, dat zeker. Maar ik heb nooit iemand meer en harder zien vloeken tegen de scheids dan jij dat doet. Dat is de vraag en dat is gewoon helemaal. Ja, oké. Okay, ja, probeer ik u hier al de hele tijd in een goed daglicht te steken en jij komt meteen een bullshit. Dat moet je als een compliment zien, toch? Kom. Ananas op een pizza, ja of nee? Ja. Heel duidelijk, zeer zeker, ja. Pizza Hawaii. Voor u ook? Ja, tuurlijk. Ah, voilà. Top, voilà. Gedaan. Welke muziek zet je helemaal op scherp voor een wedstrijd? Ja, ik heb dat persoonlijk gezien helemaal niet eigenlijk. Ik weet niet of jij dat hebt. Nee, ook niet. Maar er is ook geen muziek in de kleedkamer voor iedereen. Dus iedereen luistert zoiets of wel naar zijn eigen muziek. Maar Ik zie mij of nooit niet met oortjes in. Ja, in de bus misschien. Ja. In de bus, maar dat is dat meestal hebben naar een andere wedstrijd of zo. Ja. Ontzien. Het is meer uit verveling of zo. Dat je dat... Als ik iets opzet, dan is het zo wat meer iets hardere muziek voor mij. Misschien moet ik daarmee stoppen. Misschien komt dat daardoor dat ik zo... Misschien moet jij gewoon klassieke misschien wel. Ja, misschien moet ik dat eens proberen. Ja, ik kan dat eens proberen. Ja. Jullie hebben een wedstrijd bij de Giants bijgewoond. Zijn jullie grote basketfans? Ja, ik wel. En nu is het iets lastiger om NBA te volgen, maar bijvoorbeeld toen ik in Mexico zat, was het elke avond elke wedstrijd volgen. En, op zondagen nu ook, de tijd is meestal goed. En dan kijk ik wel echt... ik kan me zo 2 hele wedstrijden kijken op een dag. Ik ben wel echt... ik kijk alles terug ook. Ik ben echt... Ik denk vooral de laatste tijd dat we tezamen er meer op zijn. Ja. Ze beginnen letten. En dan die Giants-wedstrijd en zo heeft er natuurlijk ook voor gezorgd. Ik ben een Miami-fan. Dus ik hou altijd Miami wel de scores in de gaten. Ik probeer zoals Vincent ook de wedstrijden te zien. Maar hier in België is dat 1 uur om 4 uur. Dus dat is moeilijk. Soms zijn er wedstrijden rond 10 uur en is dat wel leuk. Ik denk dat we een paar uur voor de Super Bowl hadden we 2 wedstrijden, denk ik, dat we toen samen hebben gezien ook.
Nu, om te zeggen dat ik van elke ploeg 3-4 mensen spelers kan zeggen, dat is bij mij zeker niet het geval. Ik denk dat jij er wel meer in zit dan, maar ik probeer wel mee de scores in de oog te houden. Ja, zodat ik toch iets heb voor met de Vincent over te babbelen, want of anders wordt er niet veel gesproken met elkaar. Ja, niks serieus nu. Nee, niks serieus. Favoriete NBA-speler? Ja, dan moet ik naar... ik moet naar mijn ploeg gaan. Jimmy Buckets? Ja, Jimmy Buckets. Jimmy Buckets voor mij. Ik ga voor LeBron James toch wel. Boe. Ja, dat is een normaal antwoord, man. Dat is iets spectaculair. Ben Simmons. Okay, ja, LeBron James. Met alles wat je nu weet, zijn er zaken die je anders aangepakt zou hebben in je carrière? Voor mij persoonlijk niet, denk ik. Ik ben echt wel blij met de keuze die ik gemaakt heb. En ik denk ook dat uiteindelijk elke keuze die je maakt, word je iets wijzer van. Word je iets, maak je weer een mooie ervaring mee. En ik ben echt blij met alles wat ik heb meegemaakt. En ik weet ook niet wat je gemist had als je een andere keuze had gemaakt, natuurlijk. Dus, er is gewoon altijd een als. Als dit, als dat. Denk als voetballer of gewoon in het leven ook niet bij stilstaan, bij die als. Je maakt de keuze omdat je denkt dat op dat moment die keuze goed is voor je. Blijkt dat niet de juiste keuze te zijn, ja, dat is later. Dat weet je daar niet en ik zou ook gewoon alles hetzelfde doen. Elke stap, zelfs Australië, ik heb er echt een goede tijd gehad in Australië. Ik heb er terug vreugde in voetbal ook na mijn knieblessuren en zo. Ik zou dat allemaal direct terug doen en niet terugkijken. En niet denken van, als ik dit maar had gedaan of als ik dat maar had gedaan. Want als je dat gaat doen, dan stopt het niet. Zo. Voilà. Clear. Dat worden droevige vragen deze jaar. Make sure to like and subscribe to this channel, guys. Thumbs up.